Welkom bij de Airsoft Kicker Daily van donderdag 10 februari 2022. Met vandaag onder meer Overmars. Nog steeds het gesprek van de dag bij Ajax. We gaan het hebben over een volle, nee niet een volle, maar wel weer de Goffert met publiek. En we gaan het rechtstreeks duel uitvechten wie vanavond gaat winnen. NEC, want we bellen met Wilco van Schaik, of Marten Haven, Go Eagles. Hoe is het met de wedstrijdspanning? Omdat je er niet naartoe kan als uitsupporter, heb ik niet echt wedstrijdspanning. Ook omdat gewoon ja, de beker niet zo erg leeft als degradatie zo op de loer ligt. Nee. Bij mij. En terug van weg geweest, Jaron Blonk. Ja. Gaan we het uitgebreid niet vandaag over. We gaan een speciale podcast maken over Jaron naar Kameroen. Maar voor we beginnen, we hebben een hele mooie actie voor Valentijnsdag. Mocht je nou een presentje zoeken voor je geliefde, dan kan je bij carmelorenza.com even rondkijken. Mocht je daar een mooi cadeau vinden, dan kan je met de code S afkicken 20% korting krijgen. En als dat nou geen mooie deal is, nou, dan weet ik het ook niet meer. En we kregen al de eerste berichten. Er waren dus al 5 bestellingen gedaan gisteren. Dus blijkbaar zijn mensen toch nog aan het zoeken voor Valentijnsdag. En dan kan je naar carmelorenza.com gaan. Misschien koop ik voor mezelf wel een mooi paar oorbellen. Ja? Welke? Okay. Ga je ze dan ook van allebei hele, in één oor doen? Van die hele grote. Je weet dat zij daar earcuffs hebben. En dan hoef je dus geen gaatje in je oor. Dat weet je. Oh, nice. Bij deze. Ah, chill. Oké, laten we even beginnen met Ajax gisteren. Het was een pikant duel vooraf natuurlijk. De enige die vanuit Ajax tot nu toe gereageerd had, was John Heitinga. Uitstekende analist. Ja, analist Heitinga, favoriet Twitter-account. Nee, dat was natuurlijk niet handig vanuit Ajax, denk ik. Dat hij überhaupt hier iets over moest zeggen. Ik snap nog steeds niet, maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Dat als mensen de vraag hierover krijgen, dat ze niet gewoon simpelweg zeggen, hier ga ik niet over, dan moet je met mijn leidinggevende over praten. Ja, snap je dat ook bij Ten Hag niet? Nee, dat vind ik wat anders met iemand die dagelijks met hem samenwerkt. Ja, en ook wel een beetje naar buiten uit het gezicht is van Ajax. Of in ieder geval een van de gezichten ja, is. Overigens vond ik het niet goed dat hij dit deed. Hij heeft het uitstekend gedaan, maar daar gaan we het zo uitgebreid over. Ik vind het heel raar dat de algemeen directeur, die dus, nou even kijken, als je hier het veld staat, dan is daar de box, 50 meter boven het veld, daar alle bobo's aan het toespreken was. Hij was geraakt, wat we hoorden, hè, hoe hij de bobo's toesprak. Maar niet voor de camera kwam. Ja, dat blijft het meest opvallende, zeg maar. Je wil, denk ik, een statement maken als club zijn. En dat doe je normaal gesproken via degene die leiding heeft aan de club. Ja. En dat is in dit geval Van der Sar. En doordat je dit ook niet doet, krijg je ook weer ruimte voor dit soort gesprekken van, ja, maar waarom zegt hij dan niets? Waardoor je weer een soort van onrust creëert van, ja, is er dan meer? Moeten er nog meer dingen duidelijk worden of zo? Dus je krijgt weer meer vragen door het op deze manier te stelen. Dit is precies wat ik ook dacht. Want jij weet het best hoe de hazen lopen van ons drie in de voetballerij, denk ik. Ja. Waarom denk je dat ze voor deze tactiek gekozen hebben? Dan ga je weer speculeren. Ik denk dat hier een hele tactiek natuurlijk achter zit. Ja. Waarom je wel reageert, niet reageert. Er is heel veel ophef op dit moment over de rol van Edwin van der Sar in dit hele proces. Ja. Dat weet ik wel. Dat weet iedereen volgens mij. Hoe is zijn contract verlengd? Waren er al aanklachten binnen? Dat weten wij nu niet. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan door een extern bureau. Ook hoe de hele cultuur is bij Ajax. Maar ook hoe dit proces is verlopen. Ja. Dat zou mee kunnen spelen. Ja, dat ze hem een beetje uit de wind willen houden. Ja. Het voelt als tijd kopen, toch? Ja. En precies dat. Daarom is het zo raar dat er op deze manier gekozen is. En met alle clubs die maken een gecalculeerde beslissing. Ja. Net zoals Heracles met Vloed maken een gecalculeerde beslissing. Zij wisten van oké, het kan helemaal fout gaan. Ja. En dan zijn dit de consequenties. Net zoals dat Ajax hier ook weer de keuze maakt. Niet dat het zijn twee totaal verschillende incidenten natuurlijk. Maar nou, nee, het zijn twee verschillende incidenten. Maar wel die enorme impact hebben op de club en de achterban. En ze maken de en misschien calculatie. Hebben ze daar wel geleerd bij Heracles. Precies. En ze maken nu de calculatie van oké, op dit moment willen we Van der Sar in ieder geval nog niet aan het woord laten. Nee. En dat kan dus zijn om tijd te kopen. Het enige wat ik bij hem heb rond te krijgen. Het is wel dat er heel vaak dat hij wegblijft als de shit de fan heeft gehit. Ja, ja man. En ja, je krijgt een beetje het nare gevoel van je staat altijd vooraan met gekke filmpjes op social media. En als het goed gaat. Ja. En op het moment dat het minder gaat, dan trek je zo je kop in. En dan doe je net alsof je er niet bent. En dat vind ik niet sterk. En ik denk dat ze ook dat wel bij grotere clubs zien. Dat het daar helemaal niet zou kunnen als bij Manchester United iets gebeurt of zo. Dat je dan overigens Ten Hag wel ijzersterk. Hè? Even wat quotes die hij gisteren riep voor de camera's van ESPN. Hij reageerde, ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden. Met name voor de vrouwen.
Het leed wat ze is aangedaan, daar heb ik moeilijk mee. Eerste gedachten gaan naar het leed, hoe vrouwen het hebben ervaren. Het raakt ons allemaal tot het diepst in ons ziel. Ja, ik vond dit heel sterk ook. En daarna zei hij ook, de andere kant van de medaille. Ik ken de feiten niet, er moet onderzoek worden gedaan en er worden nu al aannames gedaan. Want Jan-Joos van Gangeren begon over de cultuur binnen de club. Dat counterde hij, cultuur. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dus dat is een aanname. En dat is aan de andere kant is dat wel weer een beetje verstoppen, toch? Want het feit is dat dit gebeurt. Het feit dat het 11-12 vrouwen zijn die naar buiten zijn gekomen. Dan kan je toch al zeggen dat er een cultuur is. Want anders had dit niet kunnen gebeuren. Blijkbaar hebben 11-12 vrouwen hebben zich niet veilig gevoeld om naar de leiding te stappen. Dat kan alleen gebeuren als ze zich niet veilig hebben gevoeld. Maar, dat is natuurlijk waar wat je zegt. Maar het is wel logisch dat hij als trainer en boegbeeld van de club dat nu niet zegt, toch? Want als hij dat doet, dan geeft hij het ook alleen maar meer lucht. En nu houdt hij dat nog een beetje af. Cultuur, het is lastig. Hè? Wat zie je als cultuur? Is dit dat het schering een inslag was op de werkvloer? Hè? Dat vrouwen zich niet veilig voelden, ook in onprettige situaties. Was het alleen met Overmars? Nee, maar dat is volgens mij wat ook wel duidelijk uit dat NRC-artikel kwam. Ik vond het een goed journalistiek verhaal, maar er waren ook nog wel wat vaagheden daarin. Er werd opeens een speler opgevoerd die aan een medewerker vroeg een hokje in te gaan. Ja. Nee, maar de dingen die wel cultuur waren, dus de voetbalkleedkamer en bij de koffie over vrouwen praten, foto's maken en dat bespreken, zeg maar, over collega's. Ik denk dat dat wel dingen zijn wat cultuur is en niet specifiek de incidenten, maar wel gewoon geef wel een beeld van hoe blijkbaar vrouwen dat ervaarden. Ja. En dat is al wel duidelijk naar buiten gekomen in combinatie met het feit dat er 11 vrouwen naar voren zijn gekomen. Ja. Kan je wel spreken van, wat de cultuur was, kan je niet precies zeggen. Ja. Maar dat die niet veilig was, dat kan je al wel. Natuurlijk is dat zo, maar ik ben het er helemaal mee eens. En het is ook goed dat dat benoemd wordt. Maar ik weet niet of Ten Hag dan de persoon is die daar uitleg over moet geven. Nee, precies. Maar dan iemand van Ajax moet dat... En ik weet ook niet hoe dat zit, wanneer je kan zeggen dat er een onveilig klimaat was of een onveilig cultuur was voor die vrouwen. Ik weet niet, voor mij was het bij BNR dat ik zat te luisteren dat ze 400, 450 medewerkers hebben. En die zei, weet je, het is slecht dat dit gebeurt, maar het betekent niet dat iedereen hier deel aanneemt. Dus dan om dat de hele bedrijfscultuur dan toxic te noemen, dat is dan misschien niet goed. Was het een afdeling waar dat niet is, dat weten we ook maar, niet. Maar oké, als je dan de rekensom maakt, 450 mensen, 25% is vrouw, dat zijn 120 mensen, waarvan 11 mensen hebben 10%, ja. Dat is 10% van de vrouwen. Maar het kan dus ook zijn dat het een afdeling is geweest binnen Ajax. Precies. En nu zeggen we heel Ajax. Ja, dat is waar. Maar het is toch ook helemaal niet erg om even gewoon te wachten op dat onderzoek en het even wat tijd geven, ik bedoel. Nou ja, het is niet goed wat er tot nu toe is gebeurd. Het is dramatisch. Voor de conclusies bedoel je. Ja, precies. Maar we kunnen nu toch gewoon even afwachten en kijken wat dat onderzoek zegt. En dan het er verder over hebben. Ja, wij moeten natuurlijk elke dag hebben we het hierover. Dus het is logisch dat dit gebeurt. Maar dan even iets aan jullie voorleggen. Freek Jansen en meerdere journalisten spraken hem ook na afloop. En daar zei hij wel iets... Ten Hag. Ja, Ten Hag. Daar wil ik het even met jullie over hebben. Hij zegt, het heeft me totaal verrast en overvallen. Natuurlijk heb ik me die vraag ook gesteld. Als ik het had gezien, zeg je daar als vriend iets van. Die film heb ik afgedraaid. Maar het is nog zo vers. Nee, onze vriendschap verandert niet, want die is heel sterk. Ja, ik vind dit heel moeilijk. Want mijn eerste reactie is, emotioneel gezien, dat ik dat een zwak statement vind. Want? Omdat je er wel iets van moet, zeg maar, omdat het wel impact heeft, omdat het zo belangrijk is. Aan de andere kant, als een van mijn beste vrienden zoiets zou doen, dan zou ik ook niet gelijk die gozer nooit meer aankijken. Nee. Maar dan moet je iemand ook helpen. En vriendschap is ook dat je een spiegel bent voor elkaar en al dat soort dingen. Dus ik vind dat ook weer niet zo heel gek als je erover nadenkt. Dat alleen, het is wel een hele grote impact. En dat is volgens mij wat Ten Hag ook aangeeft. Het is allemaal nog heel vers. En dat je nu dus ook nog niet kan beoordelen, wat betekent dit voor mijn vriendschap? Nee. Want je dacht iemand te kennen, maar blijkbaar is iemand heel anders. En ben je ook nog wel vrienden met die persoon? Dus ik kan me goed voorstellen dat je op dit moment nog niet heel hard kan zeggen, ik haat hem. Maar de andere kant is van, het geeft ook wel weer iets van ruimte naar van, blijkbaar trek ik nergens echt een grens. Of in ieder geval, zo kan je dat interpreteren. Nee, precies. Maar zelfs als hij er van geweten heeft, wat super dubieus zou zijn,
dan zou ik het ook nog niet zo gek vinden als hij zegt, joh, we zijn vrienden, dus ik probeer hem te helpen en het is niet dat ik hem nooit meer spreek. Ja, ik denk wel dat bepaald gedrag in stand houdt, toch? Zeg maar van, als hij dat geweten had, dus hij heeft geweten... Maar hij heeft het dus niet geweten. Nee, precies, maar dat is wat... Nee, maar als hij het ook wel geweten had en hij heeft hem wel geprobeerd te helpen, weet je, dat is ook wat Mart ook zegt, weet je. Ja, ik denk juist... Hoe lastig deze situatie ook is. Ik denk dat hij enorm geraakt ook is Ten Hag. Want je denkt iemand te kennen en die vertoont dan opeens dit. Maar je kan dan twee dingen doen. Of je denkt, ja, ik trek mijn handen ervan af. En ik denk, als je echt vrienden bent, dan ga je met die persoon het gesprek aan. En denk, wat de fuck ben jij voor een sukkel? Wat voor... hoe kan dit? Ja. Weet je, en hem dan gaan helpen. Want dat er iets niet goed gaat in het hoofd van Mark Overmars is voor mij evident, toch? Ja, dat is in dit 99% zeker. Ja, ja ik denk dat... En dat is denk ik een beetje de discussie... Maar dat is ook iets persoonlijks, hè? Het is niet bijvoorbeeld slecht als jij nu zegt... nee, ik zou wel mijn handen ervan aftrekken. Dat is gewoon hoe je als persoon in elkaar zit. Ja, maar ik denk dat dat ook veel meer is... we zien het de hele tijd als incident... maar ik denk dat alle voorbeelden in alle verschillende werelden... laten zien dat het geen incident is. En mannen met macht hun macht misbruiken. Ja. En dat doen ze omdat het ook kan... omdat andere vrienden het ook een soort van... Nee, maar niet goed praten, hè? Nee, niet goed praten, maar... ik zeg ook niet dat Ten Hag wat verkeerd doet. Nee. Maar ik denk dat onbewust het wel helpt met het in stand houden van gedrag. Ja. Omdat je iemand niet zomaar laat vallen. Nee, tuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk of je iemand elkaar moet laten vallen. Of iemand moet proberen te helpen er vanaf te komen. Ja, ik heb daar het antwoord ook niet op. Hè? Dus niet dat eens. Het is ook lastig. Dat was Daily Blind ook na afloop. Hè? Want die zei, ja, ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Ik denk dat er al genoeg over gezegd is. Maar natuurlijk komt het aan bij de groep. Het is het gesprek van de afgelopen dagen. Iedereen komt binnen met die gedachten. En niemand kent eigenlijk de details. Dus het is ook moeilijk om kant op te gaan. Het is moeilijk voor de groep. Maar we laten ook laten zien hoe sterk we mentaal zijn als groep. Nou, dat gezegd hebben we trouwens meer over de hele situatie Overmars in de laatste Pantelietse podcast. Bart Sanders, Lars-Jesse van Eijden. IJzersterk, ook wel hard over bepaalde columnisten, waar ik eigenlijk 100% achter sta. Want ik vind het heel heftig dat Ajax-supporters nu af worden geschilderd, dat ze niet meer mogen jeugen voor een club, dat ze moeten distancieren van hun club. Check de podcast, zou ik zeggen, de Pantelietse podcast. Wie heeft dat geschreven dan? Ja, hoe heet ze? Aafke Brand Korsjes. Waar schrijft zij voor? Geen idee. Maar het is niet het enige, hè? Want ik... Nou, maar goed. Dat is ook weer media over media. Er gebeurt nu heel veel. En ik vind dat het wel heel heftig is dat mensen nu in één keer stelling nemen tegen Ajax. Of iedereen die voor Ajax is en dat soort dingen. Dat iedereen nu een statement moet maken en zijn handen ervan aftrekken. Eén ding is zeker. De groep was niet geraakt. Zo. Want wat heb ik genoten van Ajax? Ja, ik zeg het niet vaak, maar ik heb echt genoten van Ajax. Het was niet normaal. Ja, echt heel knap dat je dat kan doen na alles wat er gebeurd is. Ja. Ik zei net tegen Frank hierom dat ik niet van Ajax genoten had. En ik werd met de rug aangekeken gelijk. Nou ja, ik vond het gewoon, ik miste totaal de spanning. En ik vond Vitesse heel zwak. Maar dat ja, maar volgens, waarom was Vitesse zo zwak? Nou ja, kijk, die discussie hadden wij net ook kort. Maar ik heb het idee dat... Wil je nooit meer discussiëren voor de podcast? Dat Vitesse gewoon in de tactische discipline niet zo sterk was als ze eerder bijvoorbeeld uit bij Feyenoord waren. Ja. Ja, bijvoorbeeld voorbeeld, Witek leidt balverlies, waar uiteindelijk die goal uitkomt. En die blijft gewoon daar aan de zijlijn hangen. Die sluit niet bijna bij het centrum. Bij welke goal was dit? Ik weet niet welke. Was dat de 2-0 waar die balverlies leidt in, op het middenveld? De hoek? Nee, in de hoek. Kijk, die op de achterlijn speelt hij een bal in. Oh ja, ja. Ja, goed. Vervolgens sluit hij niet aan. Daar valt een gat. Wordt een doelpunt gemaakt. Nou, ik vind dat wel voorbeelden van dat de tactische discipline ook niet helemaal klopt. Maar verder was iedereen ervan overtuigd. Daar mag ik ook... Kijk, het verschil ook denk ik dan bij Feyenoord uit. Hoe Ajax uiteindelijk... Hoe klinisch Ajax is in de fouten afstraffen. Ja. Dat maakt ook het verschil natuurlijk. Nee, dat is waar. Ik zie op een gegeven moment diezelfde Witek, hè. Voor mij bij de 3-0, 4-0. Die probeert Anthony gewoon te schoppen. Krijgt geel. Ja. Je ziet hem gewoon staan, ik weet niet, en loopt later ook naar Anthony. Ja, sorry. Ja, die is helemaal dronken gespeeld. Maar het ding is ook, ik kan me nu de goal weer herinneren van de fout van Wieter. Ja. Is, hij leidt balverlies op een moeilijke plek. Dus hij kan ook, daarna moet hij een keuze maken. En omdat Ajax zo hoog staat, heeft Ajax 4-5 keuzes waar ze heen kunnen gaan. Want ze stappen in en Tadić kiest volgens de juiste keuze. En ja, oh nee, ik heb nu een verkeerd moment voor me. Dus niet Tadić. Ja, het is je vergeven. Nou ja, goed. Weet je, het ding is, ik denk het feit dat hij niet meesluit naar het midden, dat tekent dat je er niet... Maar zullen we ook wel even genieten van de goals van Ajax? Ja.
Ja, nee, klopt. Dat waren prachtige goals. Maar ik had gewoon zo gehoopt op een spannende, spannende wedstrijd. Maar daarom was ik echt zo onder indruk ook. Dus je denkt, oké, rust 2-0. Nou, weet je, spanning. Hoe zij gewoon uiteindelijk Vitesse bij de keel pakken en niet meer loslaten. Die 3-0 ook. Als je ziet hoe Berghuis die bal precies daar neerlegt. En natuurlijk, Haller wordt echt niet verdedigd in het midden. Nou, Hayek was het voor mij. De zonde daarvoor was ook niet gedekt. Nee, maar ja, ik heb er echt enorm voor genet. En weet je, en wat het mooiste ook is, het plezier en ook wel de lat die Ajax zichzelf blijft opleggen, hoe hoog die is. Ja, dat vond ik gewoon heel mooi. Ja, ik vind het ook wel heel knap, maar ja. Ik vond die vrije trap ook wel mooi hoor, fantastisch. Ja, maar ook die laatste goal van Anthony is ook fantastisch. Ja. Ik bedoel, de kwaliteit druipt er vanaf. Maar... Ik snap ook wel wat je zegt in de zin van, als jij gaat zitten en je wil een wedstrijd zien, echt een wedstrijd waarin gelijkwaardig en spanning en dat soort, ja, dat was niet. Het was echt een voetbalshow. Ja. En dat was het wel echt. En ik denk wel dat het aan Ajax lag dat Vitesse zo zwak leek. En dat is best wel knap dat je een zeker defensief georganiseerd goed team weet weg te spelen. Wat je wel echt lukt, zeg maar. Want ze maken veel tactische fouten die je ze eigenlijk de rest van het seizoen niet ziet maken. Nee. En tactische discipline, zeker verdedigend, dat zit er dan zo dusdanig in. Dat moet een tegenstander bij je forceren, want dat ga je niet in één keer verliezen. Nee, oké, misschien dat jullie daar gelijk in hebben. Hoor. Denken jullie dat Letch in de bus heeft gezeten met het gevoel van, we zijn gewoon weggespeeld, we moeten onze meerdere herkennen, dit was het? Denk ik eigenlijk wel. Ja? Hij zei in afloop toch wel dat hij het fantastisch vindt om naar Ajax te kijken. Alleen van gisteravond, dat sta je natuurlijk daar. Dat heb ik nog niet. Nee, daar stond hij ook als een zuurpruim natuurlijk daar. Ja. Maar ja, dit is gewoon... Ik ga de samenvatting nog eens terugkijken of ik het met jullie eens ben. En trouwens, ik moet ook bij deze ook natuurlijk mijn excuses aanbieden. Alweer? Nee, wanneer dan? Nou, dingen in de PSV-discussie. John de Jong. Nee, toch heel veel. Ik heb je op Twitter nog publiekelijk gezien zeggen, dit was niet mijn sterkste punt. Nee, maar daar ga ik geen sorry voor zeggen. Ik heb het verkeerd. Weet je, mijn conclusie was ijzersterk. Alleen de weg ernaartoe was niet zo goed. Immer bescheiden Nieuw Petersen. Ja. Ja. Ik zei, RKC kan het AZ natuurlijk spannend maken. Ik was natuurlijk helemaal... Ik denk, kwartfinale. Prima dat je tot nu toe met een B-elftal hebt gespeeld. Nee hoor, meneer Oosting dacht daar heel anders over. 9 andere spelers op het veld. En de man waarvan jij posters boven je bed hebt hangen als voorbeeld. Keepersvoorbeeld. Elmaats. Ja. Oh. Ja. Niet zijn beste dag. Nee, terwijl hij nog tegen ADO zo ijzersterk was in de vorige ronde. Ja. Nee, het was nee, ook niet goed. Nee. Lullig. Hij alleen tegen Willem II. Of kiepte hij toen tegen? Was dat Pereira die tegen Willem II kiepte toen? Ik denk dat hij ook met een B-team. Ja, maar ja. Ah. Toen kreeg je geen schot op doel volgens mij, toch? Nee. Maar Oosting was heel, heel helder. Hè? Die zei, ik heb tot nu toe altijd voor een B-team gekozen. En ik blijf consequent. Ja, dus, als RKC 15e of hoger eindigt, dan vind ik het ook wel te verklaren. Aan de andere kant, je bent nu ook zo dicht bij nog meer inkomsten, gewoon uit zo'n wedstrijd, uit zo'n halve finale, dat je toch ook zegt, ga ervoor. Maar goed, AZ door, doen het hartstikke goed. Lekkere panel. Zo. Van Carlson. Dat is even op de juiste manier een pingel binnenschieten. Overigens, straks gaan we het hebben over een stadion dat voor het eerst sinds tijden weer publiek kan toelaten. Maar er is ook weer een discussie in Rotterdam over de Kuip. 3 opties voor een nieuw stadion. 2. Nou, die gaan over dat de Kuip vernieuwd gaat worden. En eentje is een optie voor een stadion langs de Maas. Onderzoek door een projectgroep. De 3 opties worden getoetst op 20 criteria. Waaronder sportieve ambities, commerciële faciliteiten, veiligheid, bereikbaarheid, dicht op het veld zitten en akoestiek. Mooi. De projectgroep haalt input van supporters op via objectief marktonderzoek en uit het supportersonderzoek moet blijken of de 140 supporterswensen die zijn opgenomen in het programma van Eisen nieuw stadion aangepast moeten worden. Een rapport dat wordt gemaakt moet in april klaar zijn. Een rapport wordt openbaar. Een vader van een van mijn beste vrienden die is betrokken bij de nieuwe Kuip. Oh. Die heeft een soort architectuurbureau, ik weet het ook niet precies. En soort. Die zegt, soort. Nou, ze doen niet dat, ze maar ze zijn er ergens bij betrokken. Ja. Maar goed, hij zegt, die nieuwe Kuip aan de Maas komt er sowieso. Want? Alleen in een uitgeklede vorm. Want dat is allemaal al zo ver gevorderd, er zit al zoveel geld in, dat nooit meer wordt teruggedraaid. Ja, en dat is natuurlijk de discussie, want de Goldman Sachs geld zit daar ook in dat onderzoek en dat soort dingen. Maar wat voor mij... Follow the Money toen ooit heeft geschreven. Over vergunningen zijn nog helemaal niet aangevraagd om te bouwen. Er zitten allemaal bedrijven. Er moet heel veel gebeuren. En daar is geen eens geld voor. Ik ben benieuwd. Maar wie ben ik om jouw beste vriend, zijn vader, die een soort architectenbureau heeft, tegen te spreken? Ja, volgens mij zijn ze bezig met duurzaamheid. Ik zal het nog eens navragen. Maar wat durft hij erop in te zetten? Ik ga dat navragen. Ja. Maar ik zou het wel echt heel nice vinden als ze wel ervoor kiezen om de Kuip te behouden te verbouwen. Ja.
Ik, weet je wat gek is? Soms loop je ook wel in stadions en denk je, oh, het ziet er echt wel mooi uit, weet je. Ik moet zeggen, ja, dat is natuurlijk nu, wat is het, 25, 27 jaar geleden, de Johan Cruijff Arena. Nou, als je nu de arena, is het echt een mooi stadion als je binnen bent. Het is in ieder geval echt een voetbalstadion. Ja, het is echt een heeft wel echt tijd, weet je. Maar bijvoorbeeld, ja, het AFAS-stadion of of de Euroborg. Ja, man. Ja, dat is minder. Weet je, nee, maar het zijn moderne stadions. Oh, maar kijk, en ik weet heus wel dat AZ niet meer in de Alkmaar de Hout kon spelen. Ja, maar kijk, het kan maar wel, dat was, want bijvoorbeeld Heracles heeft een nieuw stadion gebouwd. Maar Heracles kan je niet toch vergelijken met AZ? Nee, maar die hebben echt een voetbalstadion gehad. Spurs wel echt een goed voorbeeld. En, ja. White Hart Lane was iconisch natuurlijk. Ja. Maar het nieuwe stadion is echt gruwelijk. Ja. En qua sfeer gelijk eigenlijk vanaf dag één. Ja, daar hebben ze heel erg naar akoestiek zitten. Ja, heel erg stijl. Een beetje die gelbe wand vibe wilden ze daar creëren. Dus het kan wel, maar het is wel heel erg moeilijk. En helemaal Highbury met en dat soort dingen. Weet Goethe heeft het ook gedaan. En die hebben ook de helft verbouwd. Helemaal nieuw. Ja, dat maar is ik bedoel, een Heracles Goethe, dat snap ik. Maar stel dat Goethe structureel om Europa mee gaat spelen. Ja, dan zal er wel iets met dat stadion. Er moet een ring op of het moet uitgebreid worden, snap je? Dat is een beetje de... Ja, ja, ik denk dat het wel gewoon kan. Maar nou ja, ik bedoel, ik was dit jaar ook nog één keer in de Kuip. En het is bizar hoe mooi dat stadion is. Het is echt het voetbalstadion van Nederland. Ja, zeker. Als zij nooit de investering hadden gedaan van kijken naar de Kuip op een andere plek neerzetten. Dus 17 jaar geleden. Ja, dus niet al dat geld daarin hadden gestopt. Hadden ze dan nu gewoon 100% de beslissing gemaakt van het wordt de Kuip, we gaan de Kuip vernieuwen? Nee, weet ik niet. Ik weet dus niet, zeg maar, wat er nog mogelijk is met de Kuip. Want ik heb dus niet een vriend wiens vader een soort architectiebureau heeft. Ja, ik wilde niet te specifiek zijn en dat krijg ik dan zo terug. Maar je hebt natuurlijk die hele actiegroep Red de Kuip. Ja. Weet je wel, nou ja, goed, die hebben ook echt onderzoek gedaan dat verbouwen veel goedkoper was. Ja. En nou ja, bij Red de Kuip zijn bizar veel mensen met superveel expertise betrokken. Ja. Als je hoort hoeveel kennis die mensen ervan hebben bij raadsvergaderingen en zo, is dat echt bizar. En volgens mij is het gewoon ook echt een prestigeproject geworden met al die andere dingen erbij en die leefomgeving en zo. Maar ik zat van de week in een Twitter space, jawel, het nieuwe clubhouse. Oh. En toen ging het dus over, ik zat met heel veel Feyenoorders en die zeiden die te kloezen, die wordt voorlopig nog maar zo ver mogelijk van dit dossier gehouden. Omdat hij de eerste maanden gewoon maar een beetje rustig door moet komen. Een beetje die organisatie neer moet zetten. Voordat hij hier zich aan moet branden. Maar blijkbaar in april is het rapport klaar. Iemand die zich altijd over aan alles wil branden. Is onze grote vriend. De algemeen directeur van NEC. En als het goed is. Hij was aan het bellen met Hans Krij junior, zei hij. En die zou hij ophangen voor ons. Wilco. Dag Wilco. Goedemiddag, meneer Niel Peetsen. Niel, goedemiddag. Heb je nou Hans opgehangen? Ik heb Hans voor jou opgehangen. Kijk. Echt iets, de grote Niel Peters en FC afkik iets aan. Hans begon echt te stuiteren. Ja. En ja, maar ik zeg Hans, stoppen. Ja, gooide zijn jasje weg. Ja, Hans weet ook inmiddels hoe de hiërarchie is in het medialandschap. Uitstekend gedaan, Wilco. Mag ik jou feliciteren? Ja, ik denk dat wij naartoe willen, natuurlijk. Ja, waar wil ik naartoe? Nou, dat we weer mensen gaan ontvangen in de groep. Ja, heel goed, zeker. En het is ook echt een felicitatie waard. Het is echt ongekend. Zometeen heb ik ook echt al het personeel even bij elkaar om dat wel met elkaar te bespreken en wat complimenten uit te vaardigen. Want het is echt super dat we dit met z'n allen geflikt hebben. Heb je enig moment getwijfeld of dat überhaupt weer zou kunnen dit seizoen? Ja, dat heb ik zeker in de maand daarna. Toen de Ernst eerst dat vak afgekeurd en toen het hele stadion. Ja, tuurlijk. Toen dacht ik wel van dat gaan we niet voor elkaar krijgen. We zijn ook echt met alternatieve locaties bezig geweest. Ja. Ja, gelukkig in begin december kwamen er drie opties om te verstevigen. En hebben we er in december één gekozen. En daar mocht ik ook van de FC gelijk doorgaan. Ja. En hebben we in Staalbouw Mook, die zit hier in de buurt. Ja, die hebben echt iedereen met een NEC-shirt opgetrommeld die in de zinkerij werkt of in de metaalverwerking staal. En die hebben allemaal meegeholpen. Dus dat is... Ja, die hebben echt dag en nacht gewerkt tussen kerst en oudjaar. Ja, is veel werk gezet. Dus het is toch wel heel apart, denk ik, zei ik ook. Mocht er iemand, als wij vanavond weer toeschouwers hebben. En we willen er liever meer, maar wij zijn al heel blij met wat we vanavond hebben. Ja. Het enige is, hebben jullie al getest en zo? Of is vanavond de test? Nee. We zijn natuurlijk tijdens het hele proces worden. Dus ik ben bijna een halve bouwingenieur geworden. Maar interessant. Tijdens het bouwen en het aanbrengen worden er steeds ook strips weer afgehaald. En die gaan naar een teststraat en daar wordt kracht en druk op gezet. Ja. En dan kijken ze waar die breekt. Nou ja, hij breekt nooit op de las. Dus alle testen zijn we doorstaan. En er zitten nu
meer dan 700 strips op het hele stadion. Zo. En je moet nagaan, in één strip zitten wel 10 tot 12 ankerbouten. Aha. En ja, dat is een megaklus geweest. En dat betekent, dat heb ik me van de week ook laten vertellen, mensen van Royal Haskoning zeiden dat, van ja Wilco, je hebt nu al eigenlijk het veiligste stadion van Nederland. Zo. Nou, zo. Dat is al super. Dus ik hoop ook dat allemaal gestalte gaat krijgen. En Wilco, Mart hier. Ja? Oh, sorry dat ik je onderbreek, maar NEC is volgens mij ook al heel lang bezig met mogelijk een nieuw stadion, toch? Of uitbreiding van de Goffert. Ja. Wat is de invloed hiervan daarop? Nou, niet zozeer. Alleen wij hebben natuurlijk dit bonnetje betaald. Dat is toch een bonnetje met schades en het vervangen van kleine miljoen. Nou, dat bonnetje zullen we wel ergens in het midden leggen als we het stadion willen kopen. Ja. En wij zijn bezig nu met de koopoptie. Wij gaan begin maart met, ik denk, 3 schaalmodellen naar buiten. Hier in de regio, zodat iedereen mee kan praten. Een mening erover kan hebben over 3 vormen van een nieuw stadion. Gemoderniseerd stadion, echt. Ziet er top uit. Ja. Met 200 appartementen aan de buitenkant, zodat het een beetje Hyde Park-achtig, zeg maar, rondom het Goffertstadion wordt. Met iets meer beleving. Wel een heel mooi project. Hebben jullie dan ook van geleerd hoe Feyenoord het heeft gedaan, dat je het zo niet aan moet pakken met een nieuw stadion? Nou ja, ik weet niet precies wat zij gedaan hebben. Wij gaan nu wel echt de gemeente in. En alle inwoners kunnen komen. En die mogen hun mening geven over de concepten die we hebben. En dat heet dan met een mooi woord participatie. En dat vindt het college heel belangrijk. Dus dat traject, daar hebben we echt een paar maanden aan gewerkt. Dat nemen we heel serieus. Om ook te luisteren wat de gemeenschap ervan vindt. En aan hoeveel stoelen denken jullie dan? Wat luistert nou? Sorry? Aan hoeveel stoelen denken jullie? Moet ik dan aan 20.000 denken? 15. Ja, 14, 15 en 16.000 zijn eigenlijk 3 modellen. Oké. Ja, weet je, ik denk als wij 14.000 hebben, dat we als we in de Eredivisie blijven spelen zoals we nu doen, dat wij elke wedstrijd nagenoeg uitverkocht kunnen zijn. Ja. En dan heb je liever schaarste dan dat je lege plekken hebt. Dus, zo is het. Daar kies je weg voor. Hey, jij had natuurlijk wel het voordeel dat jullie eigenlijk geen stadion hadden waar publiek in kon. Dus jij was niet een van die algemeen directeuren die zei, ik ga actie ondernemen, ik gooi het stadion vol en wij boycotten en dat soort dingen. Lang verhaal kort, het zou zomaar kunnen zijn dat jullie testen vanavond, of testen, vanavond komt gewoon publiek naar binnen in de bekerwedstrijd, dat je over 2 weken gewoon weer een vol hok hebt in de Goffert. Ja, vanmorgen kwam ik hier en dat ziet er allemaal een beetje uit. Dus ik heb ook tegen de marketingafdeling gezegd, jongens, volgende week moet die campagne er zijn om tegen RKC gewoon hier 12.500 mensen te hebben. Die tent moet vol. Ja, tuurlijk, het hok moet vol. Ja. Het moet vol. En hoe jammer is het dan dat je eindelijk weer supporters mag ontvangen en dan kansloos eraf gaat tegen Go Ahead vanavond met 4-0? Nou ja, dat zou heel jammer zijn. Maar ja, het is al in de game in de beker. Mart is groot Go Ahead Eagles supporter en die baalt dat hij niet naar, er is geen uitpubliek, dat hij niet naar de wedstrijd kan. Maar, Het is vanavond, kijk, ik denk 2 ploegen die niet momenteel in allerbeste doen zijn. Nee. Die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en dan is het beker en dan kan het echt alle kanten op. En dan is het thuisvoordeel misschien doorslaggevend, maar ik vind een beker altijd dubbeltje op zijn kant. Zeker met deze ploeg. Ja, leuk man. En Edgar Barreto is even in het nieuws. Nou ja, dat wilde ik even tegen jou zeggen. Hij heeft net Hans Krij opgehangen. Oh. Maar we zijn natuurlijk ook inmiddels een soort vriend van Wilco van Schaik. Wat voor rol kunnen wij spelen qua mediation tussen NEC en Edgar Barreto? Nee, dat gaat allemaal hartstikke goed. Ik heb vanmorgen natuurlijk ook even gevraagd. Jongens, aan mijn media, aan Nick, ik heb het hele interview gehoord. Ja. En daar heeft achter elke zin Edgar, want zo is hij, zijn hele nette jongen, nuance gezet. Alleen die nemen we natuurlijk niet mee. Maar dat snap ik ook van van iemand van de media. Maar met Edgar, volgens mij is er met niemand nog gesproken door Ted. Nee. Behalve Kars Odenthal een keer in november. We gaan eerst trainen doen en dan komt dat vanzelf. En ik denk dat Rogier volgende week ook wel eens een bakje gaat doen met Edgar. Okay. Maar Edgar is echt, het verbaast me een beetje. Want het is een geweldige jongen, ja. Nette jongen. En ik denk ook dat het ietsje uit zijn verband gerukt is. Maar ja, dan moet je maar scherp zijn. Als je dingetjes zegt. Maar dan gebeurt er ook een keer. Maar als ik zo de algemeen directeur hoor, dan is Edgar Barreto volgend jaar nog lekker te dat zien denk ik ook in wel. De Goffert. Ja, daar gaan andere mensen over. Dan moet de trainer en Ted maar bepalen. Maar als mens denk ik dat hij sowieso wel bij de club betrokken blijft. Want hij heeft hier zijn huis. Doen we het daarvoor, Mark? Nou ja, ik heb Ted van Leeuwen heel veel Spanjaarden zien huren bij FC Twente en zo. En dan heb ik toch liever Edgar Barreto van 39. Ja, het is zo'n strijder, hè? Hij is Spaanstalig, dus misschien helpt hij ook. En je zei, jullie gaan eerst een bakje doen met de trainer. Hoe ziet dat eruit? Goed, denk ik, want dat heeft Ted ook naar buiten toe al aangegeven. Ja. Dat natuurlijk wij graag met Rogier door willen en Rogier met ons. Het zou uniek zijn, denk ik, voor NEC. Dan wordt het 4e jaar
dat we hier met een trainer gaan. Nou, dat zegt ook wel wat over de club, denk ik. Zeker. Ongelooflijk. Hij is goed bezig. We zijn super blij met hem. Hij ontwikkelt zich perfect. Goeie gozer. Goed voor de club, ook in de media. Ja, zeker. Hij traint ook goed. En, ja, als je dat zo hebt in het voetbal, dan moet je het koesteren. Ja, laatste vraag voordat je aan je wedstrijdmaaltijd kan beginnen. Wat is de status met Boni op dit moment? Ik denk dat we vanavond gaan zien. Oh, maar ja, zien. Zit hij naast jou? Zit hij in de dugout? Dat is al een paar dagen in kannen en kruiken. Dus, okay. Ik neem aan dat hij vanavond voor het eerst het balkenshirt aantrekt. In de broekzak van Gerrit Nauber. Zo jammer dat jij nu naast Wilco kan zitten vanavond, hè? Ja. Hey, Wilco, dank je wel, hè? En ook wel eens fijn om een keer met goed nieuws jou te bellen. Dus dat is ook wel eens fijn. Dat is voor mij ook wel een keer leuk. Heel goed. Is goed. Veel succes met jullie show. Ja, groet aan ons. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Ik zit hier morgen toch niet. Dus ik kan gewoon. Je bent toch ook niet zoiets raars? Je bent lekker ontspannen. Ja, dat ben ik anders ook nooit, hè? Een beetje de technisch directeur van NEC aanpakken. Ik zit hier naast de minion, hè? Ik vind het wel mooi, want hij zegt dus precies nu over Barreto. Dat ze eigenlijk. Hij heeft dus gewoon gezegd. Het is wat genuanceerder dat er naar buiten is gekomen. Dat hij dat nu ook gewoon even uit. Dat hij gewoon de perschef. Hey, Nick is de perschef van. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, maar ik vind ook wel dat Barreto recht van spreken heeft. Want? Nou ja, ik vind best wel dat als jij zoveel voor een club betekent, dat je recht hebt op duidelijkheid. Ja. En als je dat dan niet krijgt. Maar heb je dat dan, maar wacht even. Als Ted van Leeuwen dan een paar keer geen duidelijkheid geeft, dan vind ik het prima dat jij tegen een journalist zegt, ja, ze geven mij geen duidelijkheid en dat vind ik vervelend. Ja, of is het dat hij duidelijkheid wil? En wat ik nu begrijp, is het er nog met niemand gesproken? Nee, precies. Dat is ook waarschijnlijk dan, wel het geval. Maar dat is dan ook de duidelijkheid die je kan geven. Ja. Zeg maar van, is nog niemand oké, we hebben met nog niemand gesproken. Dat ligt dus niet in jou, maar we moesten even een stadion redden. Ja. Dan moesten even wat Eagles druk achter. Uit de beker wippen. Ja. Ja. En dan ben jij aan de beurt. Nou ja, dat gaat wel. Gaan jullie met een volledig B-elftal spelen, net zoals RKC? Nee. Nou, Ajax wacht thuis als we winnen in de halve finale. En nou ja... Kijk, ik zou ervoor tekenen, Wigan Athletic scenario, de beker winnen en degraderen. Echt? Ja? Ja, sowieso. Maar dan mag ik volgend jaar 3 Europese tripjes uit. Ja, dat is waar, ja. Nou, ja. Zo. Hoezo 3? Nee, omdat je de poolfase Europa League. Ja. Oh, je zit natuurlijk gelijk in de poolfase. Ja, lekker naar Dagestan. Dus eigenlijk nog 3 wedstrijden winnen in de beker en voor de rest alles verliezen in de competitie. Ja, zie je een hele blije Martinaven. Ja, maar dan ga ik lekker in Europa door. Wat zou de leukste plek zijn, zeg maar? Als je dan... Nou, daar hebben wij een half uur een discussie over gehad. Ja. En volgens mij kwamen wij erop uit dat de ideale uitwedstrijd in Europa Real Sociedad of Olympique Marseille zou zijn. Omdat je dan en een heel goed, nou ja, midweekje weg hebt, 3-4 dagen. Ja. Enigszins kans op een puntje. En gewoon echt een mooi shirt hebt. Ook. Sorry? Met Eagles? Op bezoek bij Sociedad en Marseille. Nee, maar kans dat op een punt. Nou ja, als je in de Europa League is, dat denk ik het laagste segment wat je kan ongeveer kan hebben. Nee, tuurlijk. Want de rest is allemaal toch nog beter toch nog qua hele toffe clubs. Oh, ja, oké. Okay. Ja, okay. Je kan ook, weet ik veel... Ja, Paços de Ferreira. En het is trouwens Paços, hè, de Ferreira. Ja, maar ik vind de Portugese clubs, daar komen doorgaans komen weinig mensen, behalve Guimarães, onder de top 3. Ja. Dus daar zou ik niet voor kiezen. Als Braga wel echt een iconisch stadion. Ja. Leuk stad. Kijk, het is ook leuk. Dit gaat losgezet worden zonder die extra nuance straks. Oh. En dan worden mensen op TikTok natuurlijk weer tering boos. Dan heb ik weer bedreigingen van 11-jarigen in mijn inbox. Ja. Dat is zo mooi. Die gozer laatst op TikTok. Ik zat dus met... met Kirill in de metro. Ja. Nee, ja, we krijgen heel veel haat, toch? Ja. Want de jongen niet durft, dat de jongen niet durft ooit te zeggen. Nee. Schitterend. Nee, mooi. Wat denk je dat wordt? 2-0 NEC. 2 keer Boni? Nee, Barreto. Barreto, ja. En dan deze naar de camera. Ja. 0-0, Andries Noppert stopt 3 strafschoppen. Ja, ik moet je nog feliciteren trouwens. Met de nieuwe club van Warnerhaan. IFK Göteborg. Ja, gruwelijk. Nou, ik hoop dat hij het daar goed doet. Ja, toch? Schruwelijk. Geen kwaad woord over Warnerhaan, toch? Nee. Nou ja. Nou ja, het is wel... ik denk dat het voor Goed en voor hem het beste is dat hij vertrokken is... En ik heb hem persoonlijk op WhatsApp wel eens gesproken. Vond ik het een hele aardige gozer. Maar als het klopt dat hij op het moment dat hij tweede keeper is geworden... en dat hij niet ijzersterk gespeeld heeft als grootverdiener... door de brei aan gegeven heeft... dan vind ik dat niet ijzersterk van. Okay. Maar ik ken zijn verhaal niet. Dat heeft hij ook nog nergens echt gedaan. Maar je bent dus goed met hem op WhatsApp. Ja. Nou, hem en Jis Hoornkamp. Als er ergens een verhaal wat te halen valt, is op WhatsApp. Ja, maar dat wilde hij niet geven. Okay. Met welke speler op WhatsApp ben je het best? Jis Hoornkamp. Ja?
Nou, heb ik twee keer dat valt toch ook wel mee. Heb ik twee keer mee gewhatsappt. Ja, maar die als jij vraagt één keer of die in de show wil. Ja, dat was de derde keer. Maar ik heb twee keer gewoon... Heeft hij een filmpje opgenomen voor de eerste de beste. Ja, schitterend. Gefeliciteerd trouwens met de eerste de beste. Ja. Ja. Zo nee, blij mee. Ja, nee, ik zag de felicitatie al. Ik vond het een beetje gek dat jullie al de schaal hadden voordat hij uitgereikt was. Ja, Hoekie B die had hem al. Maar je moet zo'n filmpje opnemen tijdens. Dus ze geven hem die shit en dat komt dan later online. Maar Hoekie B die heeft overal scheid aan. Ja, vooral echt, scheidsrechters en ook aan die lui. Dus die doet dat wel. Maar Joop uit Senior was blij. Ja, maar wat gaat jij bent eigenlijk niet de grond, maar je bent wel de drijvende kracht van deze podcast. Wat doet dat met jou? Nou, ik word er een beetje ongemakkelijk van ook. Maar ik ben er ook wel echt heel trots op dat we 3 maanden bezig zijn en nu al zoveel succes hebben. Ja. Want kijk, het is natuurlijk ook een beetje gek dat je in een analyse podcast... wat is het? Een analyse kader wordt gegooid. En dat je dan toch zo bizar goed presteert. Ja. Dat al die luisteraars op je stemmen. Dat je ook gewoon met inhoudelijk sterke verhalen komt over FC Dordrecht. Dan doe je echt iets goed. Maar jullie zijn ook... Qua analyse zijn jullie by far het beste wat ik... Nee, maar dat denk ik ook. Ja, ik snap ook niet dat wij zo hoog hebben gestaan als ik zie wat jullie doen. Maar het gekke is, er wordt heel vaak gezegd van inhoud is niet voor de massa. Weet je wel, als je iets heel inhoudelijk maakt, dan zijn er niet echt veel mensen die dat interessant vinden. Ja, wij hebben aangetoond dat gewoon inhoud, hè, soms is het wat droog, wel voor een groot publiek beschikbaar kan worden. Over wie is we? We? Nou ja, Joop uit Hoekie B, Lars van Velsen, en vooral Joop uit Senior. Oké. Wanneer is het nou eens die toch de hoeven. Zondag. Maar ik heb gehoord dat we ook door het bos moeten met de platte kar. Dus dat wordt misschien lastig. Maar... Ik ga niet liegen. Ik heb via hun heb ik geleerd wat de halfspaces zijn. Ja. Nee, precies. Ja. Okay, zonder 14. Nog even één dingetje. Maar ik weet niet of dat al naar buiten mag. Klopt het dat jullie ook een Engelstalige versie gaan maken? Ja, het is vooral natuurlijk in Pakistan, India en zo komt het heel erg op. De keukenkampioen-divisie en de Premier League. Ja. Nou ja, en daarvoor is het natuurlijk ideaal. Dus oké. De Engelstalige versie vanaf. Djibouti. Wanneer? Nou, de eerste die is nog niet uit, dus dat zal ik nog wel een halfjaartje duren. Oké, heel goed. Dit was hem trouwens, als jullie denken waar hebben we het over. Dit was de FC Afkikken Daily van donderdag 10 februari 2022. Bedankt voor het luisteren, dan wel kijken. En check je Valentijns cadeau op carmelorenza.com. Mart gaat hem in ieder geval bestellen. Ik ben benieuwd hoe het jou zal staan. Het is wel grappig als ik je nu volgende week zit met zulke oorbellen. Oh, je gaat het niet doen? Jawel, maar dan geef ik ze aan Jaron, denk ik. Oké. Kijk eens aan.